Goedenavond allemaal. Welkom bij de allereerste Studium Generale van het seizoen 2023, terwijl iemand zich daar door iets heen wurmt. Welkom allemaal. We hebben weer een seizoen met elke week een lezing, een debat, een interview. Altijd voor iedereen toegankelijk. En we beginnen deze avond met een publiek interview met Nina Tonoli en Tim van Pauke van het Nationale Ballet. Zij zijn tweede solist bij het Nationale Ballet. En zij gaan vertellen over hun leven, hoe het is om balletdanser te zijn op zo'n hoog niveau. Waarom doen we dit? Want meestal hebben we het over wetenschap of techniek of politiek. Maar we doen dit omdat Primo Ballerino, en die zitten zo'n beetje hier helemaal op de eerste rij. En misschien ook nog wel elders in de zaal. Exact vandaag 4 jaar bestaat. En dat is best wel bijzonder. Het is een tamelijk grote vereniging. Bijna 50 mensen. Mannen en vrouwen. Die hier oefenen in de Vrijhof. En straks laat ik daar ook nog een filmpje van zien. Want dat is leuk voor jullie. Zo zijn jullie denk ik ook ooit begonnen. Ja. Neem ik aan. Op de tweede slide, die Peter, die mij assisteert met de techniek, nu laat zien, zullen jullie een aantal onderwerpen zien die we vanavond hopen te beantwoorden. Nina en Tim zullen dat doen. Ik stel hen vragen, maar ik geef tussen die verschillende blokjes door jullie ook de gelegenheid om vragen te stellen aan Nina en Tim. Dat geef ik dan duidelijk aan. Als jullie dan een vraag hebben, steek je een vinger omhoog en ik kom naar jullie toe met de microfoon. En we gaan beginnen met twee korte fragmentjes. Het ene is, als het goed is, nu een foto geworden. En ik wil Peter vragen of hij die foto alvast wil laten zien. Oei. Herken jij jezelf, Nina? Ja, kleine Nina. Ja, hè? Hier was het, er staat onderin. Dus. Ja, ik ben in Gent begonnen op 9-jarige leeftijd in een lokaal schooltje. Ja. Wat heb je daarna gedaan totdat je bij het Nationale Ballet kwam? Ja, een hele tocht afgelegd. Nee. Dit was inderdaad een lokaal schooltje. En dat was eigenlijk, dus ik had daar 2 jaar maar gezeten, tot mijn 10, 11 jaar. Ja. En dan heb ik auditie gedaan in de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de enige professionele school in België, die we hebben. Ja. Eigenlijk denk ik gelijk de nationale school in de Balletacademie. Ja, want in Amsterdam het Nationale Ballet en de Balletacademie is ook eigenlijk de enige professionele balletopleiding in Nederland. Nee, klopt in Amsterdam. In Den Haag heb je ook de Koninklijke Conservatorium, volgens mij. Klopt. Ja, klopt. Maar in België is er dus maar één, in Antwerpen. Ja. En daar heb ik dan auditie voor gedaan, of geprobeerd, want ik wou daar heel graag naartoe. En mijn mama zei, ja, er is wel een auditie die je moet doen. Oh ja, oké. Dus ik was heel spontaan, ik was er helemaal niet zo heel serieus mee bezig. Ik was eigenlijk heel van, ik probeer maar en ik zie wel. Ja. Dus ik had er altijd heel veel plezier in. Dat was nooit echt van, dat moet of zo. En toen was ik er doorgeraakt. En dan heb ik daar 4 jaar gezeten. Dus normaal is het een opleiding van 6 jaar, maar ik heb daar 4 jaar gezeten. En dan heb ik ben ik naar zomerschool gegaan in Londen. De Royal Ballet School noemt het daar. Mm-hmm. Ja. En daar heb ik auditie gedaan voor de school. Ook weer al heel spontaan geprobeerd. En dan mocht ik daar beginnen. Ik had een scholarship gekregen voor 3 jaar. Dus de upper school noemt het eigenlijk. 3 jaar in Londen gedaan. En dan mijn eerste auditie gedaan voor een gezelschap. Dus toen was ik 18, 19. Heb ik van alles geprobeerd, of vele audities gedaan. En ik heb geluk gehad dat ik een paar offers had gekregen toen. Maar ik ben begonnen in Wenen, in Oostenrijk. Vooral omdat de directeur wel heel gemotiveerd leek om met mij te werken. En dat leek me een goede stap om daar te beginnen. Daar ben ik 7 jaar gebleven, dus het was wel een goede keuze, denk ik. En dan had ik wel een moment van een beetje uitgekeken in het gezelschap en ik wou ook toch nog eens
dacht van, ik kan nu nog eens verrijzen, want natuurlijk, mijn leeftijd een beetje hangt ervan af hoe oud je bent als danser, mm-hmm. dat je ook niet constant meer kan verhuizen. Ik denk dat ik nog net een goede leeftijd had. Er kwam ook een nieuwe directeur in Wenen, dus ik dacht, het is misschien het moment. En dan heb ik Nationaal Ballet geprobeerd. En dan was het direct van, ja, we hebben een positie als soliste, dus eigenlijk dezelfde positie die ik had in Wenen. Dus ik dacht, ja, ik kan niet nee zeggen, denk ik, want het leek mij gewoon zo op het moment de goede keuze. Maar wacht even, je hebt het nu over leeftijd. Ja. Betekent dit heel concreet ook dat je denkt van, nou, na Amsterdam ga ik nergens anders meer naartoe? Dan ben ik al te oud? Ja, het wordt moeilijker, ja. Het is nog wel, natuurlijk, ja, balletcarrière is niet voor altijd, helaas. En ik denk, het wordt altijd moeilijker omdat ze toch graag iets jongere mensen graag toch aannemen, denk ik, omdat het dan toch nog een paar jaar meegaat. Maar sommige gezelschappen zijn ook gewoon, ja, eigenlijk willen we een iets meer ervaren danser. Ja. En die wil dan juist een iets oudere danser. Maar het zit er soms, ja, tussenin en het hangt er echt vanaf per directeur of wat de stijl is of wat ze graag willen. Ja. Maar natuurlijk is een iets jongere danser altijd, denken ze, ah, dat gaat toch iets langer meegaan. Meer in die zin. maar ja, het is niet eindeloos, helaas. Nee. Het gaat snel. Ja. Want even niet eindeloos. Wat is ongeveer de leeftijd waarop een balletdanser of danseres stopt? Dat is ook weer heel persoonlijk. Ik denk ongeveer 38, zoiets. Dat is al, kan langer, iets langer. Ja. Het hangt er echt af hoe je lichaam ook is. Ja. Als je van nature redelijk niet veel blessures hebt gehad, of je een beetje kan kiezen van repertoire, ik kan dit nog doen, maar dit kan ik niet meer. Dus dat je bespreekbaar maakt met directeur. Ja. Sommigen zeggen van, ja, ik heb het gehad, want ik heb al vier jaren ballet gedaan. Ik wil iets totaal nieuws doen met mijn leven. Die dan vroeger stoppen. Dus het is echt persoonlijk. Oké. Goed, dan nu, dit was een kleine introductie van alles wat je hebt gedaan tot aan het Nationale Ballet. Hetzelfde wil ik doen met jou, Tim. Okay. Ik heb bij jou een filmpje uitgekozen. En Peter, zou je dat willen instarten? Spannend. Oh, God. Zelfde reactie. Ja. Oh, dat is een tijdje geleden. Confronteren. Ja, ballet is niet voor watjes. Dat is wat Timothy wil bewijzen in deze ronde. Ja, het is een mix van het Zwanenmeer en Michael Jackson. Ik ben heel benieuwd. Hij gaat dansen op de monster hit Billie Jean. Geef hem een heel groot applaus, dames en heren. Hier is Timothy! Die zag niet aankomen. Wow. maar vind je het embarrassing om dit zo te zien? Nou, dat moment in mijn jeugd was heel spontaan eigenlijk. Ja, want je had ongeveer dezelfde leeftijd als Nina op die foto, denk ik, hè? Zou best kunnen, ja. 9, 10 jaar? Ja, zoiets. Ja. Het was eigenlijk echt het jaar dat Michael Jackson toen was overleden. Toen was het een hele hype overal en waren al van die competities en ja, deze onder andere Move Like Michael Jackson. Toen zat ik al een jaar op de Ballet Academy, mm-hmm. Zoals misschien niet te merken was. Maar jawel, ik vond juist dat je in je bewegingen. Ja, dus zo begon het eigenlijk een beetje met mij qua dansen. Mijn broer had een DVD voor kerst ooit gekregen van Michael Jackson, waar alle videoclips soort van op zaten. En zoals de meeste mensen weten,
hij kon heel goed dansen. En dat inspireerde mij als klein kind, dus wel veel. En toen dacht mijn moeder, oké, laten we jou op een balletschool, of een amateurballet school stoppen en kijken wat hij ervan vindt. En toen vond ik het heel leuk. En dat toen, was, waar was die school? Dat was toen in Woerden, waar ik woonde. Ja. En dat was echt een hele lokale school, waar gewoon echt voor de lol gedanst werd. En toen zijn we een paar keer verhuisd en ik ben blijven dansen. En toen ben ik op de Nationale Balletacademie beland. En toen heb ik mezelf ingeschreven voor die competitie, zonder mijn ouders het te vertellen. En toen zei ik, oh, kan je mij eigenlijk brengen naar deze stad voor die auditie? En mijn vader zat echt zo, wat? Maar dus dat. En toen ben ik blijven dansen. Ik heb het niet gewonnen, jammer genoeg, maar dat was de halve finale. Oké, maar je bent blijven dansen, dus zeker, van Woerden naar andere plekken, denk ik, maar altijd dan een beetje amateurscholen nog, ja, dus ik... voordat je bij de Nationale Balletacademie kwam. Klopt, ja, maar van mijn 10e was ik bij de Nationale Balletacademie. Ja, oh, oké, ja. Ja, had ik al een jaar gedanst. Ja, ja. Ja, en dat is, ik ben echt een heel Amsterdams project als het gaat om een danser. Ja, heel anders dan Nina. Anders want Nina heeft inderdaad in verschillende landen gezeten. Ja. Hè? Oostenrijk, Engeland, België uiteraard. Terwijl jij altijd tot nu toe in Nederland bent gebleven. Ja, dus van mijn 10e zat ik dus op de Nationale Balletacademie in Amsterdam. En ben ik elke dag op en neer met de trein tot mijn 17e. 18e. Elke dag op en neer met de trein om balletlessen en gewoon mijn normale school ook te doen. En toen heb ik auditie gedaan voor de Junior Company. Dat is een soort van jeugdgezelschap van het Nationaal Ballet. En toen heb ik daar een jaar gezeten en toen ben ik Nationale Ballet ingestroomd. En 5 jaar later ben ik hier. Om dit aan jullie te vertellen. En jullie zijn beide tweede solist bij het Nationale Ballet. Dus dat is echt... Nou, eerste solist is het allerhoogste binnen jullie wereld. Maar tweede solist, dan ben je bijna bij het paradijs. Ja, dat om het zo kan je te zeggen. Ja. Even een vraag over... Want ik was dit aan het voorbereiden met Nikki en Lieke en Tjalling. En een van jullie vertelde van nou... je kunt ook wel een beetje gepest worden als je ballet doet, zeker als jongen. Heb jij dat gemerkt? Een beetje, ja. Vooral voordat ik op de Nationale Balletacademie zat. Want op de academie dan zit je in een grote klas. Niet evenveel jongens als meisjes, maar iedereen in je klas doet aan dans en doet aan ballet. En het is best wel moeilijk om daar iemand over te pesten. Maar daarvoor, ik weet niet, in die vroeg 2000e jaren was het veel minder normaal voor jongens om te dansen. Ik heb het gevoel dat het nu veel meer genormaliseerd is. Gewoon qua popcultuur, tv, social network, TikTok. Ik bedoel, iedereen danst. Het is gewoon een heel erg normale zaak nu. Wat eigenlijk heel leuk is om te zien. Ja. En jij, Nina, ben jij ooit gepest omdat je je zo met ballet bezig hield? Nee, eigenlijk niet. Maar ik voelde mij wel, als ik bijvoorbeeld naar het middelbaar ging, had ik wel zoiets van, oh, wat ga ik doen? En iedereen met Latijn of wiskunde bezig. En ik was van, oh, wat wil ik doen? Ik weet het niet. Ja. En ik voelde me niet echt helemaal thuis. Ja. Maar zodra ik dan die balletschool binnenkwam, was ik zo, oh ja, dit voelt echt heel rustig. En iedereen is gelijk mij. En artistiek bezig. En mijn lichaam en gewoon wat ze graag doen. Iedereen heeft natuurlijk diezelfde passie. Ja. En dat brengt je zo dicht bij elkaar of zo, zonder... Terwijl je iedereen ook van overal komt. Ja. Dat werkt gewoon of zo. En dat is zo mooi. Het is wel zo'n kokonnetje natuurlijk, de balletwereld. Ja. Maar dat voelde direct thuis voor mij. Dat was zo, ik moet geen twee keer denken. Dit voelt gewoon goed. Mm-hmm. En bij zo, natuurlijk, een andere middelbare school was meer van, oh, ik weet het niet, het past niet helemaal bij mij. Ja. Dus dat had ik wel, maar nooit gepest eigenlijk. Maar hoe kwamen jullie bij ballet? Laat ik eerst bij jou beginnen. Want ik bedoel, er zijn zoveel dingen die je kunt doen. Waarom ben je ballet gaan doen? Nou, dus het begon eigenlijk met Michael Jackson qua dans. Dus ik heb dat gewoon een beetje na lopen te doen voor de tv. En toen dacht mijn moeder, want mijn moeder die hield van
toen zij jong was, woonde ze in New York. En zij hield echt van ballet, zag ze op tv. En dat was toen ook misschien populairder, toen, in de jaren 70 of zo. En die dacht, die had een soort van kennis dat als je van dansen houdt, dat ballet dan een goede basistraining is om eventueel andere dansvormen te ontwikkelen. Dus ze dacht, ik laat hem maar op een balletschool stoppen en kijken of hij het leuk vindt. En je vond het direct leuk. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, ja. Ja. Ja, zeker. Ja. En jij? Ja, eigenlijk heel erg hetzelfde. Ik had ook Michael Jackson? Nee, het was een Riverdance. Oké. Oh, okay. Oh. It's Rihanna. Ah, ja. Ja. Nog niet. Ja, dat was zo'n Riverdance video. Ja. Zo, dat vond ik dan zo. Ik wou deze altijd na. En er was ook zo'n tango danseres bij. En dat was ook heel intens voor de tv bezig. Ik denk, mijn mama was, ja, oké. Okay. Ja, het is wel duidelijk. Het lag er wel dik op, hoor. Dus elke keer dat K3 opstond, was het ook direct meedansen. Oh ja, K3. En ja, ook ja. Zo, ik weet niet, heel veel vriendinnen die dansles dan deden, ballet. En ik deed die altijd na. Ja. Ik zo, ik wil dit ook. Dus het was wel duidelijk van, oké, je wilt wel dansen. Ja. En dan deed ik ook nog turnen. Dat vond ik ook heel leuk. En dan moest ik een keuze maken. En dat was eigenlijk toch altijd dansen uiteindelijk. Ja. Ik had ook die Riverdance. Ja, die, dat is zo'n oude... Zo'n live voorstelling. Ja, ik weet niet. Ja, zo heel bekend. Ja, ja, ja. Ja, het is zo vet. Ja. Maar jullie zijn dus eigenlijk al op jonge leeftijd best wel professioneel gaan dansen. Ik las ergens dat voor een balletdanser geldt dat je op je 14e eigenlijk al volwassen moet zijn. Is dat een idiote uitspraak? Zeggen jullie van, nou nee, wij waren gewoon nog kind. Mentaal, fysiek? Mentaal, ja. Niet fysiek, want dan je groeit natuurlijk nog. Maar het helpt als je een soort van volwassene discipline hebt. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, dat wordt er wel een beetje ingeduwd natuurlijk. Als je echt begint, serieus. Hè, of, ja. Dan wordt er wel verwacht dat je oplet, dat je volle concentratie. En dat is wel moeilijk. Ik was ook zo'n kind dat heel vrij was en heel erg... Oh, ja, ja. Dus dat was wel een soort knop omdraaien. Dat je toch wel... Oh, het is wel serieus. Ik moet nu wel goed opletten en discipline hebben en buik intrekken elke dag. Elke dag les krijgen. Ja, structuur. Discipline wordt je aangeleerd. En techniek, dat wordt niet... Er is niet veel tijd om te veel... Nee. Ja, in de pauze natuurlijk wel, maar in de les was het wel van focus. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en zeker als je op de balletacademie zit, dan heb je ook geen... En dat geldt voor jou ook. Wat jullie zo net al zeiden, je zit in een soort bubbel. Dus je kunt ook niet heel makkelijk daaruit stappen en denken van... Nou, ik ga zo'n middag spijbelen. Ik bedoel, dat kan denk ik helemaal niet. Nee, als je in die bubbel zit... Nee. Kan wel. Ja, het kan wel. Okay. We zijn ook nog altijd tieners geweest. Hè? Je doet nog altijd wel zo grappige dingen. En het is wel een grappige combinatie natuurlijk. Ja. Want aan de ene kant moet je inderdaad al veel discipline en concentratie hebben zo jong. Maar aan de andere kant ben je ook nog gewoon kind. En wil je nog dingen van uitproberen? Ja, en dat doe je ook tussendoor ergens. Wel het universiteitdeel dan bijvoorbeeld, dat miste ik wel. Dus bijvoorbeeld mijn zus, die dan wel gewoon student was en zo, dan miste ik dan wel van op kot en op feestjes. Dat was wel iets dat ik dacht, dat heb ik wel gemist. Ja. Op kot, ik weet niet of sorry, je dat... Nee, ik vind dat een heel mooie Belgische uitdrukking, maar ik zit me echt af te vragen of onze vertaling dat... Kan vertalen op kot, op kamer, hè? Studentenkamer, precies. Ja. Maar wat ik wel merk, als kind op een academie, dan wordt er wel heel snel duidelijk gemaakt hoe weinig ruimte er eigenlijk is voor posities als danser. Als je klaar bent met de academie. Dus dan, tuurlijk, we doen allemaal wel dingen die je als tiener doet. Maar er is wel een soort van hyperfocus dat je misschien niet te veel van dat soort dingen moet doen. Ja, dat begrijp ik. Dat is... zeker omdat het zo moeilijk is om die top te bereiken. En wat jullie... Tenminste, ik neem aan dat jullie alle twee eigenlijk die top willen bereiken. Eerste solist willen worden. Of is dat een verkeerde aanname? Ja, zou leuk zijn ooit. Ja, ik denk, ik ben ietsje ouder dan Tim, ook wel. Ja, dus jij bent 26 en jij bent 29 volgens mij, hè? Ja. Ik denk dat ik 25 ben. Ik ben 25. Nee hoor, niet betwijfelen. Degene met wie ik het had geregeld. Ik ben nog nooit 26 genoemd, dus ik weet niet hoe ik moet reageren. Oké. Ik twijfel aan mezelf. Ga door, Nina.
ik bedoel maar, ja, tuurlijk. Ik heb altijd, ik denk, iedereen die start in een gezelschap denkt van, ja, ik ga ervoor, ik wil de prima ballerina worden. Ja. Maar ik denk met de jaren heen, en ik heb al heel veel voor, ik heb wel altijd in de geluk gehad dat ik altijd die kansen kreeg en dat ik ook wel een soort van gevoed werd naar daar. Dus ik heb altijd dat gehad. Maar ik heb ook wel tegenslagen gehad met blessures of met castings dat soms denkt, oh, ik heb het net gemist, want de keuze ligt niet bij ons, helaas. Dus het wordt COVID. COVID, ja, inderdaad. Ja, dus dat moet voor jullie rampzalig zijn geweest. Ja, dus je gaat met een doel, maar ik hang me er niet te veel aan vast, want dat is ook wel zo een droom. En als het dan niet lukt, denk je van, oh, mijn hele wereld stort in. Ja. En dat hoeft helemaal niet, want voor mij is het meer van, oh, dat is een leuke rol, ik heb dit mogen dansen. Dus ja, het is wel een beetje geshift met de leeftijd. Van, het is nog altijd een soort droom, hè? Maar aan de ene kant ben ik ook realistischer geworden, denk ik. Mm-hmm. En dan heb ik meer van, ik ben gewoon blij als ik deze leuke rol mag dansen. Want uiteindelijk wil je gewoon op het podium staan en dansen en ervan genieten. Ja. Dat is een hele mooie overgang naar het volgende filmpje wat ik wil laten zien. Peter, dat is het pas de deux van Nina en Marijn Rademaker uit de Notenkraker. Klein stukje. Oh, van Martin. Martin. Dit is echt fantastisch. Ja. Want dit is het beginstukje, maar dit gaat nog heel lang door. En het wordt steeds ingewikkelder. Ja. Maar is dit een van je mooiste rollen? Notenkraker is mij wel altijd achtervolgd of zo in mijn carrière. Dat klinkt niet helemaal positief. Nee, het is altijd dubbel, want het is technisch heel moeilijk. Ja. Vrij zwaar. Ja. Ja. Het is heel veel in één kort stukje, zeg maar. Zoals je zegt, van alle bewegingen. Maar het is wel zo een rode draad geweest in mijn carrière. Dat is ook mijn eerste principal role die ik had in Wenen. Ja. Toen was ik echt nog heel jong. Het was grappig om het eigenlijk opnieuw te doen, een andere versie wel hier. Maar hoe dat ik ook wel gegroeid ben of zo, vergeleken. Mm-hmm. Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Ja, dat ik toch een soort andere approach neem naar hoe ik het dans of zo. Dus, en wat is dan anders? Wat is anders in je approach? Een beetje maturiteit in mijn lichaam verandert ook wel gewoon. Je spieren veranderen, worden sterker. Ja. En je gaat ook dat kun je ook zien, dat je krachtiger bent op de een of andere manier? Ja, het staat allemaal wat steviger, zeg maar. Oké. Okay. Bewustzijn waarschijnlijk ook. Ja, het is inderdaad bewustzijn. ook wel een beetje slimmer in aanpak. Niet alles. Ik was altijd zo 110% op het podium en dan was ik helemaal kapot tegen het einde. Dus ik kon me eigenlijk niet echt goed, verdelen qua energie. Ja, ja. En nu heb ik wel zo de maturiteit en zo, we gaan iets rustiger hier en hier wat meer energie. Oh, dus je leert eigenlijk jezelf aan, met jaren heb ik dat geleerd, om een beetje te pacen en van paar puntjes te kiezen en die andere presentatie. Ja, en die vrijheid heb je ook. Het is niet zo dat de choreograaf bijvoorbeeld zegt van, nou Nina, nu moet je daar toch echt wat krachtiger doen. Ja, dat is altijd gevechten. Ja. Terwijl jij denkt van, ik wil iets terug nemen. Er zijn wel bepaalde punten dat je weet, dit moet zo, volledig gedans of volledige sprong, ik kan niet half doen. Ja. Maar misschien een paar stapjes gewoon iets rustiger of iets simpeler en dat ziet er ook heel mooi uit. Ja. Maar gewoon, je leert dat pas, denk ik, als je toch wel een paar jaar dan meedraait of zo. Ja. Ja. Dus jij vindt dat je deze rol, zoals je me hier hebt gedanst, hebt gedanst op een manier die beter bij jou past dan eerder. Ja, ik denk, het is nog altijd mijn ding om altijd veel te willen doen. Dat zal altijd blijven, denk ik. Maar ik kan er gewoon iets
ja, iets slimmer mee omgaan. En dan vind ik het inderdaad, want we zijn heel technisch en kritisch naar onszelf natuurlijk, vind ik het dan iets beter gelukt of zo. Ja. En jij had het zo net over bewustzijn, hè? Noemde je even tegen Nina. Voel je dat ook echt zo, het bewustzijn van jouzelf als je daar op het podium staat? Of zit je toch met name in die rol? Of probeer je toch ook iets van Tim in die rol te stoppen? Nou, ik bedoel, zoals je net zag, dat was niet spontaan. Nina die daar aan het dansen was. We hebben daar twee maanden van tevoren voor lopen repeteren. Ja. Dus ja, dat bewustzijn, dat ontwikkel je gewoon door de repetities heen. En je hoopt wel dat je uiteindelijk, als je op het podium staat, dat je niet te veel hoeft na te denken over hoe je elke pas moet benaderen. Maar door de jaren heen, ik bedoel, ik ben er nog mee bezig om niet helemaal 110% te geven. Zoals Nina want zegt, jij hebt ook die neiging? Ik denk dat de meeste dansers wel die neiging hebben. Want van school, als je op de academie zit, dan wordt er vaak gezegd, je moet meer je voeten strekken, je moet harder je benen strekken, je moet meer je buik intrekken, er zijn heel veel factoren die je makkelijk kan overspannen, als het ware. Ja. En dat is niet altijd nodig. Ja. Dat besef je naarmate van tijd. Ja. Maar, even over dat buik intrekken. Dat is echt iets wat je altijd moet doen als je op het podium staat. Ja, buik intrekken. Ik bedoel, je moet wel af en toe ademen, denk ik. Ja, maar meestal. Precies, ja. Maar meestal komt het bij ons vanuit de ribbenkast. Dus we ademen zo'n beetje opzij. Ja. En dat is niet zo heel gezond, want eigenlijk krijg je ook veel lucht als je van je buik ademt. Ja. Maar omdat wij zodanig getraind zijn, buik, dus dan leren we eigenlijk meer hier te ademen. Ja. Maar dat is niet altijd goed, want je kan ook heel erg hier zitten dan. Mm-hmm. Dus het is wel echt een oefening om juist te leren ademen. Nou, toevallig vertelde ik zo net over ons programma. Jullie hebben het boekje gekregen. Op 14 maart hebben we een avond door een yoga-docent over ademhalen. En hij zegt inderdaad, ademen moet je vooral diep. Hè, die buik indoen en dan langzamerhand weer naar boven. Maar als jullie op dansen, is dat dus niet een... Het verschilt, denk ik, per dansstijl. Ik bedoel, ballet is zo'n traditionele dansstijl door de jaren heen altijd soort van met hetzelfde plaatje, het ideale plaatje, is ontwikkeld. En uitbundig in- en uitademen met je buik helpt niet met een positie van een arabesque of met een... Nee. Als je aan het draaien bent en je wilt balanceren, dan helpt het niet echt als je uitbundig uit je center blijft. Ja. Dus het gaat meer daarom dat je gewoon collected blijft. Ja. En ook het kostuum. Maar, en het kostuum, die zijn ook strak. Oh ja, maar, heb jij altijd een corset aan bij klassiek gelukkig ballet? Gelukkig niet altijd. Ja, klassiek is de tutus. Ja. Het is niet, gelukkig niet mijn benen, want dat was vroeger nog wel binnen. Nee, dat noem je in Nederland baleinen. Baleinen, Maar ik weet precies wat je bedoelt, want oorspronkelijk waren het echt dierenbeentjes, botjes. Ja. Daar hebben ze nu wel iets moderner gemaakt. Ja. Hè? Ja. Dus dat het iets menselijker wordt. Ja. Maar het is nog altijd wel zo, Oké, en dat hebben jullie als mannen niet, hè, denk ik. Ja, soms heb je soort wel exotische kostuums. maar even weer terug. Vrouwen hebben dus best wel een dus de klassieke corset tutu, achter. Ja, dat is wel basis corset en dan tulle of tutu. Okay. Dus dat is wel altijd lekker met ingebonden. Ja. Maar je kunt het wel... Allee, ik doe het al altijd ietsje opener hier. Hè. Toch wel iets aanwend. Ja. En ook als je wat zweet en warm wordt, dan zet het ze weer wat uit. Dan zijn we iedereen gelukkiger. Maar het is wel altijd een gedoe. Ja, het is wel even wennen weer. Zo wel. Oef, okay, ja. Maar jullie doen bij het Nationale Ballet echt klassiek ballet. Hè? Dat is toch voornamelijk wat het Nationale Ballet... Ja, we doen ballet... zo 2-3 echt klassieke producties per seizoen. Ja, klassiek. Ja. Vinden jullie dat ook het leukste? Of hou je ook wel van een iets vrijere interpretatie? Zeker weten, ja. Ik bedoel, ik vind, en ook weer al, want als op school is het echt klassiek, dan ben ik zo, ik wil Sleeping Beauty dansen of Zwanenmeer, dat is dan wel zo de eerste die opkomen. Maar ik denk,
één keer dat je dat toch wel een paar keer gedanst hebt, vind ik het juist leuk om totaal iets anders te doen. Aha. Maar af en toe met sokken helemaal in te klappen, zo wat modern te doen, rollen op de vloer. Ik weet niet, gewoon altijd zo rechtop staan is heel leuk. Maar soms is het leuk om juist introvert te zijn en een beetje totaal iets anders te doen met ons lichaam. Ja. Want we kunnen ook wel veel en dat is juist zo fascinerend. Ja, ja, jullie kunnen ontzettend veel. Dat gaan we straks ook filmpjes van zien. Ja. Dat ik echt denk van, mijn god, dat, dat een lichaam dit kan. Ja, ja. Maar een klassiek ballet is gewoon dat het zo soort van makkelijk is om te weten hoe je eruit, hoe je wilt dat het eruit ziet. Ja. Dus dan heb je een soort van duidelijke richting. Ja. Ja. En dat is een soort van uitdaging om dat te krijgen als het ware. Maar met moderne dans is het veel vager. Ja. Dus je kan soms wat makkelijker creatief bezig zijn, wat ook leuk is om af en toe te doen. Ik noem even iets van Lieke of Nikki zei het tegen mij bij de voorbereiding, dat het leuke aan klassiek ballet voor hen is dat je regels hebt die duidelijk zijn en dat je dus ook kunt zien dat je je ontwikkelt. Mm. Omdat je dus een soort standaard hebt en ziet van, oh, maar het gaat steeds beter. Ja. En dus grappig, want we hebben allemaal bijvoorbeeld onze idols, als het ware, gewoon als je kind bent en je zit op YouTube. Ja. Je hebt van die balletsterren en dan denk ik, door de jaren heen, ik bedoel, ik zeg niet dat ik precies net als een van mijn balleticonen ben, maar het is altijd leuk om te zien dat je stapje per stapje gewoon een klein beetje meer op dat lijkt. Ja. Als het ware. Ja. Door de jaren heen. En dat voelt een soort van accomplishing. Ja, ik denk als je jong bent, denk je, oh, dit ga ik nooit kunnen. Nooit, en dan plots zo, oh, dat lukt het wel. Ja. Ja. Ja, toevallig heb ik ze gevonden, jouw idolen. Ik heb ze ook opgeschreven. Nureyev. Onder andere, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Baryshnikov. Ja, dat zijn vooral de twee grotere. Ja. Ja, en bij Baryshnikov vond je vooral heel erg goed dat hij ontzettend hoog kan springen. Onder andere, ja. Ik bedoel, het wordt vaak verwacht van mannelijke dansers, maar hij was technisch ver voor zijn tijd. Maar ook artistiek en emotioneel straalde hij gewoon zoveel verschillende verhalen uit op het podium. Ja, heel indrukwekkend is om te zien. Ja. Even kijken, ik had beloofd dat het publiek ook vragen mag stellen. Dus ik heb de microfoon al ingeschakeld. Als je een vraag hebt, steek dan een vinger op. Ik ga nog even vertellen wie dit is, want daar zit Nina. Maar dit is ook een Nina met een tutuutje aan. En dit is de mascotte van Primo Ballerino. Vandaar dat hij hier staat. Maar ik geloof dat jij geen vraag hebt, hè? Nee. Zij is heel stil. Oké. Okay. Ja, jullie hadden het net al over rollen die jullie hebben gedanst. Wat is de rol geweest die jullie het leukst hebben gevonden of waar jullie trots op zijn? En hoe hebben jullie dat ervaren en je daarop voorbereid? Het zijn soms verschillende stukjes wel. Ik denk ook bijvoorbeeld meer neoclassieke stukken vond ik ook altijd leuk toen ik het ontdekte vooral, omdat dat zo extreme klassiek is, maar iets extremer en ik kon ook iets vrijer zijn. Ik heb ooit eens een pas de deux gedanst die gemaakt werd voor mij en een andere danser. Dat vond ik wel speciaal of zo, of dat voelde heel erg persoonlijk aan. En ik denk een ander stuk was La Fille Magardée. Dat is een klassiek stuk, een full-length ballet, zeg maar, waar heel veel acteren in zit. Je moet zo ondeugend zijn. En, dat vond ik eigenlijk dat gaf me wel zo, dat was echt leuk. Ik was niet zoveel bezig met te veel met techniek bezig, maar ik kon er gewoon van genieten om gewoon te kruipen in een andere rol. Mm. En dat vond ik eigenlijk een van mijn leukste momenten. Ja. Voor mij, zoals ik zei, die Baryshnikov, daar heb ik zoveel video's van gezien van Don Quixote bijvoorbeeld als kind. En dan als jongen vind je dat gewoon helemaal fantastisch. Maar dus dat was altijd een van mijn droomrollen, Basilio in Don Quixote. En toen had ik mijn eerste jaar in het gezelschap en toen mocht ik die rol opeens dansen. En ik dacht, oké, dit gaat veel te snel opeens. Maar dat was wel echt een hele speciale ervaring. Het is een full-length ballet ook en je zit in een soort van hartje Barcelona met gitaar en iedereen zit met castagnettes en het is gewoon een hele leuke atmosfeer. En net als Nina zei, je kan gewoon, ook al was het echt
enorm uitdagend, technisch gezien voor mij. Maar ik kon echt vooral heel veel genieten. Dus dat is, ja, dat is. Nog meer vragen op dit moment? Je mag ze ook opsparen, want ik ga het straks opnieuw vragen. Dan ga ik even verder op dat acteren. Want je hebt inderdaad die techniek, hè? Je weet hoe je lichaam moet bewegen. Daar komen we straks nog wel op, hoor. De choreograaf geeft aanwijzingen. Maar je hebt ook acteren. Dus dat zijn niet de passen die je doet of wat je lichaam doet, maar de manier waarop je kijkt, denk ik, waarop je je armen houdt. Wat is dat acteren precies? Ja, goede vraag. Ja, want jij zei zo net, ik vond het leuk om veel te kunnen acteren. Zeker. Maar wat is dat dan? Ja, bij ons is natuurlijk alles met het lichaam acteren. Ja. Dus eigenlijk wel hoe dat je lichaam houdt, geeft ook een gevoel weer. Ja. Want natuurlijk bij acteren, echt acteren, dan gebruik je stem vooral. Maar ook wel ogen zeggen heel veel, bijvoorbeeld. Ik heb ook geleerd op school, leer je soms af en toe acteerlessen, heb je dan af en toe. En dan ben je zo heel uitbundig bezig. En dan zeg je, oh, doe maar even gewoon rustig. En iets kleins kan veel meer zeggen. Mm-hmm. Wij gebruiken ook veel onze handen. Soms hebben we ook gewoon mime of mime, dus bepaalde betekenissen dood. Dus dat accentueert natuurlijk ook een rol specifiek. Okay. Ook make-up kan helpen, de mood. Maar voor mij is het wel iets dat, wat ik leuk vind en wat natuurlijk ook redelijk komt, denk ik, bij mij. Ja. Dus ik vind het altijd uitdagend. Ik ben altijd zo de lieve Nina. En dan om dan zoiets Mirsta te zijn en Giselle, die totaal de bitch is. Dan vind ik dat juist heel leuk om zo te proberen. Want dus eindelijk kan ik dan eens iemand anders zijn. Ja. Maar dat is dan ook wel een pluspunt, dat je dat kunt. Misschien wel. Ja, dat ik denk dat de meeste wel mensen dat wel kunnen, denk ik. Ja, je hebt ook mensen die gewoon een pokerface hebben en waar je niets op ziet. Ja, en dat lijkt me dus voor een rol waarin je best wel veel kunt acteren. Ja, heel bij moeilijk. Sommigen is het iets opgelegder. Dus dat je echt wel zegt van, oh, doe dit of lach hier wat minder of hier wat meer. Of, bij sommigen is het iets minder natuurlijk. Maar het is dan de kunst natuurlijk om het te acteren en om het toch zo geloofwaardig mogelijk. Maar ook groot genoeg dat je het helemaal van achter kan zien in de zaal. Dus het is moeilijk. Het is een moeilijke balans tussen toch menselijk blijven, maar toch groot genoeg zodat iedereen het kan lezen van ver. Ja. Dus wel een beetje uitvergroot eigenlijk. Het verschilt ook per repertoire, want sommige klassieke balletten hebben acteerwerk waar het echt heel traditioneel meme is. Ja, of lachen of gewoon bepaalde bewegingen betekenen. Bijvoorbeeld dansen, dat is dansen, of dit is de koning, of je hebt allemaal gekke soort van traditionele meme-bewegingen. Ballettaal. Ja. En dat is, ballettaal. Het is, kan je acteren noemen ook. Ja. Maar dan heb je ook soms andere balletten waar het meer subtiel moet zijn en meer relateerbaar moet zijn voor bijvoorbeeld tijd van nu. En dat is meer een uitdaging, denk ik. Ja, omdat het wat subtieler is. Klopt. Ja. Altijd leuk om een kleine gedachte te hebben als je danst in je achterhoofd. Ook al is het heel abstract of zo. Mm-hmm. Dat helpt mij gewoon om een beetje meer. Of de muziek of zo. Dat kan ook heel erg helpen om een soort van in een trance. een beetje in een zone te geraken van een rol of zo. Ja. Ja. Goed. Gaan we een beetje naar die techniek waar jullie het over hadden. Eén fragmentje, een klein stukje ervan, want het is een ontzettend opgewonden iemand. Die vertelt hoe spitsen eruit zien en hoe je ze aan moet doen. Peter, zou je dat willen instarten? Ik zeg wel wanneer we kunnen stoppen. Het is echt zo'n hip filmpje. Snel. So what I will be embarking on today is called point. So what point requires of you is simple, right? Simply put all 120 pounds of your body weight onto the top of your toe on a small block of wood and then take that 120 pounds and do some twirling, some swirling, some spins, and some leaps. Sounds easy. So let's see if I can survive the training and come out with two ankles that aren't sprained. Step one, warm up the muscles, of course, and have Luna tie my shoes for me because I couldn't do that. The next step is what we call breaking in the shoe. I didn't realize how intense this was, but you really just crack the wood and make it as soft as possible so that you can put your entire body weight onto it. Take it and then step on the heel.
Oh my gosh. Yeah. And then like bend it, or else you're like, just, it's not possible. It's gonna be way too hard. A prance. So go over one foot, up and over the next. Yeah. Yeah, to cramp it up. It's cramp. Yeah, it does cramp. Really stretch your shoe. Okay. Ooh. Yeah. Dang, it's crampy. Now play like on point. Oh my gosh. I'm like freaking. You're cramping. That hurt. Feels great. It feels good. Right? Oh, ow, yeah. Ow, yeah. Ballet is actually the most athletic sport above football. Ik vond het wel grappig, want ik wist niet hoe een speech er eigenlijk uitziet. En dat er echt dus een blokje hout in zit. Wat je dus ook een klein beetje... Nee, het is geen hout. De rituelen die sommige dames hebben in het gezelschap. Je ziet ze in de gang met zo'n speech tussen een deur. Met hamers en vlammenwerpers. Nee. Ja, het is wel intens. Of zo slaan. Maar je moet dus dat... Wat is het dan? Het is geen hout. Laagjes papier-mâché bijvoorbeeld. Heel sterke lijm. En er zijn superveel lagen op elkaar gelegd. Ah, oké. Okay, waardoor het dus bijna zo hard kan worden als hout. Maar ik vond het al een beetje vreemd. Want ik denk, hoe kan je hout nou zachter maken? Hout. Dat kan niet. Dat dacht ik vroeger ook. Ja, oké. Okay. Het is eigenlijk gewoon hol, maar het is gewoon gelaagd met verschillende lagen. Lijm en jute en een soort papier-mâché eigenlijk. Ja. Heel sterk, heel veel lagen. Ja. En natuurlijk, hoe langer je traagt, hoe soepelder het wordt. Dus het zweet en dan vervormt heel je schoen en dan kan je niet meer dragen. Want nee. We gaan wel door een paar paren. Ja, want hoe vaak, ik bedoel, jullie zijn tweede solist, jullie dansen best veel. Hoe vaak moet je nieuwe spitsen hebben? Maar ik weet niet hoeveel spitsen daar ik bedoel, elke week of zo? Nee. Nee, wij dansen nauwelijks op fietsen, mannen. We hebben zijn een paar rollen. Dat is waar, ja. Nee. Toch wel 2-3 paar soms per week. Ja. Per week? Ja, maar hangt er vanaf per waar ik dans. Ja. En ik wissel heel veel af. Dus soms heb ik 8 tegelijk en dan kies ik, die gaan nog mee. Dan wissel ik ze af. Ja. Maar sommige, is heel extreem. Of kan 1 paar per week zijn. Ja. Maar we gaan door veel schoenen heen. Maar eigenlijk is het toch niet goed voor je voet? Ja, nee, maar ja. Ik hou van balletten. Maar het is heel onnatuurlijk. En het doet denk ik ook pijn. Je bent denk ik misschien gewend aan de pijn. Ja, maar in het begin, als ik de eerste keer was, ik ook gelijk dat meisje van... Maar ja, je traint je voet al van mijn 12. Je creëert wel gewoon spieren overal in je voet. Ja. Die het gewoon kunnen houden. Ja. Dus eigenlijk, dus je kreeg zoveel spier dat je gewoon comfortabel genoeg kan staan op spitsen. En ik draag ook wel een hoesje en beschermers. Dus ja, helemaal... dat werd al in dit filmpje, dat zagen we nu niet. Maar je hebt inderdaad een soort hoesje om je tenen heen. Ja, dus een soort siliconetje, niet veel. Iedereen is ook persoonlijk daarin. Sommigen dragen gewoon een tapeje er rond of schapenwol of kan van alles zijn. Okay. Zijn er sommige die... Geen bescherming? Het is niet vaak. Nee. Soms de daredevils. Ja, dat is bijna masochistisch. Ja. Maar, maar je kreeg ook... Ik heb ook heel harde huid. Dus je kreeg een soort eelt. Ja. Dat beschermt ook. Ja. Het is niet super mooi, maar het moet wel. En om de duur wordt het natuurlijk. Ja, je voelt het niet meer. Maar als jij dan hebt gedanst op speech, je hebt een full-length ballet gehad en je doet ze uit. Ja. Heb je voeten dan ook zoiets van... Oh. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, het zit wel lekker krapjes. Het is wel... je hebt veel soorten merken of... Ja. Ervan. En ik heb nu Freed. En Freed is redelijk natuurlijk materiaal. Okay. Ze gaan ook niet zo lang mee. Maar die zijn wel heel erg aan mijn voet. Dus het voelt bijna als een sok. Is misschien te ver gezegd, maar het voelt redelijk natuurlijk aan. Maar zeker doe ik ze af en toe ook uit tussen de actes. Ja. Dan doe ik weer andere aan. Ja. Maar zodat je inderdaad een beetje wisselt. Ja. Ik heb als voorbereiding hierop ook het boek van Iconé de Jong gelezen. Zij was ook bij het Nationale Ballet, eerste solist, 24 jaar lang. En zij schrijft hierin dat zij niet meer kan wandelen. Door haar
voeten die zijn op zo'n manier vervormd dat ze wel kan fietsen. En ze kan natuurlijk ook wel kleine stukjes lopen. Maar niet echt een wandeling maken. Mm. Hebben jullie dat wel eens eerder gehoord? Het nee. verschilt. Ik bedoel, sommige dansers moeten na een carrière... Sorry. Na een carrière... ja, je komt er niet altijd 100% fysiek mee weg. Nee. Sommige mensen hebben... heup-replacements en dat soort dingen. En, Dus nee, ballet is niet echt het meest gezondste wat je kan doen voor je lichaam. Maar het zijn zoveel dingen niet die we doen. Dus, nee, ik denk dat een topvoetballer ook iets van zijn lichaam vergt... dat op de latere termijn zichtbaar Absoluut, wordt. En een heleboel... want jullie zijn gewoon topsporters. Ja, er zit veel slijtage aan ons lichaam. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, niet wandelen is wel heel extreem. Ja, ik vond het echt niet, heftig. Ik denk dat ze wel kan wandelen, hoor. Ja. Okay, ik denk dat ze dan zelf nog, dus ik denk ja, dat het misschien wel bedoelt okay ze een hele lange wandeling van 3 of 4 Ja, natuurlijk, zo oude blessures komen wel nog een keer naar boven. Het is wel, je hebt wel permanent een klein beetje minder kraakbeen hier en daar. Of een beetje artrose. Ja, sowieso. Het is niet super nou, ik had het onderwerp blessures wat later willen behandelen. Maar hebben jullie ook veel voorkomende blessures? Tim, bijvoorbeeld, heb jij iets in je lichaam waarvan je denkt... nou, dat is echt mijn zwakke plek? Ik denk dat de meeste dansers wel iets hebben. En als ze nu nog niks hebben, dan komt dat wel. Maar Nee, maar het gebeurt. Ik bedoel, je lichaam is een soort van machine die je moet onderhouden. Ja. Deel van het onderhouden is door blessures te vermijden of te, te helen, als het ware. Ja, ja, maar heb jij ergens in je lichaam iets waarvan je denkt van, oh, daar moet ik op letten? Voor mij, ja, ik bedoel, aan het begin van mijn carrière had ik last van mijn knie, patella tendinitis. Dat is een veel voorkomende blessure bij niet alleen dansers, maar veel sporters, vooral mensen die moeten springen, heel veel, en dat... toen wij dansers heel veel. En dat kan leiden naar andere problemen in je enkels, want het is een hele keten dat verbonden is. Ja. Dus voor mij was het wel echt qua sprongen, waar de blessures snel tevoorschijn kwamen. Dus onder andere mijn knieën, mijn enkels. Maar daar werk je aan en dan, terwijl je daar aan werkt, dan word je ook weer sterker in andere opzichten. Dus dan verbeter je ook. Ja. Blessures zijn niet alleen maar erg, je kan er ook mee van leren en verbeteren. Ja, ja. En jij, Nina, heb jij bepaalde onderdelen van je lichaam waar je echt op moet letten? Ja, zeker. Mijn rechter enkel is wel een beetje zo ook een rode draad geweest. Ik had een blessure in school. Ja. Dus ligament afgescheurd aan mijn enkel. En wanneer was dat? Hoe oud was je toen? Toen was ik 17, denk ik. Oké, okay, ja. Ja. Daar heb ik toch wel een half jaar moeten revalideren. Dus dan zit je wel stil natuurlijk ook. Dat lijkt me verschrikkelijk voor je. Het is frustrerend als danser, blessure. Ja, ja. Het is een beetje van, het geduld. We hebben geen geduld. Het is echt een moeilijke oefening. Maar gelukkig als je een goede begeleiding hebt qua fysio's of pilates. Je kan altijd dingen wel nog doen, onderhouden van je lichaam tenminste. Ja. Of, dus als je goede begeleiding krijgt, dan komt het sowieso goed. Hè? Maar het lijkt het einde van de wereld natuurlijk op die leeftijd van, oh nee. Ja. Dat was het prima. En dan heb ik wel aan dezelfde enkel tendinitis. Ja, hoe noem je dat? Tendinitis. Gehad. Dus daar was ik een jaar uit. Dat was wel heel lang. En wat is dat dan precies? Peesontsteking. Ja. Peesontsteking, oké. Aan de binnenkant. Ja. Dat heeft langer geduurd, omdat er niet echt een snelle methode is om dit te laten helen. Tenzij je bijvoorbeeld cortisone doet of zo, maar dat wou ik niet doen, omdat het toch wel echt... daar ga ik nog langer minder mee, denk ik. Het is wel echt een oefening. Maar ik keek dan bijvoorbeeld een beetje van verder naar de balletwereld. En dat geeft ook wel een goede... insteek, want je zit zo gefocust op één lijn dat het soms leuk is om van buiten af te kijken en een soort van andere inspiratie op te doen of het gewoon ook bekijken als iets deel van balletleven. Ja, ja. En inderdaad, je leert er ook heel veel van, want dan denk je bij de volgende keer, ik ga toch wel eens opletten of iets minder herhalen of toch wel iets slimmer zijn met deze pas die ik ga doen. Dus je leert ervan en het
je neemt het mee. Het is gewoon deel ervan. Ja. Het hangt aan je lichaam. Ja. Je kunt het niet vervangen. maar het hoort er gewoon bij. Ja. Zeker. Maar Tim, jij zei zo net van nou, je kan oefenen hè, om het sterker te maken, om te zorgen dat je knieën hè, het beter doen. Hoe vaak oefenen jullie bij het Nationale Ballet? Ik bedoel, ben je elke dag bezig met trainen, met oefenen? Min of meer. Ik bedoel, het verschilt per persoon hoeveel rust je nodig hebt. Maar ik ben 5 tot 6 dagen per week gemiddeld wel aan bezig. Met dan trainen ga je en dan, echt dat is onze techniekles en dan hebben we repetities en dan moet je ook nog tijd vinden om een soort van te revalideren en je fysio oefeningen te doen of pilates of sommigen doen yoga of krachttraining. En dat doe je helpt ook allemaal. Wel eens niks? Ja, dat is ook heel goed hè? Ja, gewoon rusten. Gewoon rusten, ja zeker. Ja. En, genoeg slapen, dat is ook moeilijk soms, maar dat is... Je moet gewoon vinden wat helpt voor jou. Het is heel specifiek voor iedereen. Heel persoonlijk. Ja. Nou, we gaan nu even kijken hoe Primo Ballerino oefent. Dus graag het volgende filmpje. Jullie ziet alles op. Ja, zijn jullie onder de indruk? Ik vind het fantastisch. Heel leuk. Jullie gewoon... Schattig. Ik bedoel, nee, ik vind het echt heel tof. Ja, ik vind het gewoon indrukwekkend dat jullie gewoon... doen wij ook, maar gewoon uit eigen initiatief gewoon bezig zijn met bewegen. Met je eigen lichaam. Ik bedoel, niet iedereen doet dat. De meeste mensen zitten gewoon achter een computer op een stoel voor de meeste van de dag alleen. Zelfs dit is gewoon belangrijk. Je bouwt bewustzijn van je eigen lichaam. Dat is het enige wat je echt hebt. Ja, het is niet makkelijk, klassiek ballet. Nee. Het vraagt heel veel coördinatie en je hele lichaam bijeendrapen op een of andere manier. Dus, Maar nou ben ik dus niet iemand van ballet. Dus ik vond het heel interessant om me hierin te verdiepen. Maar wat doet Primo Ballerino daar? Ik bedoel... Kunnen jullie uitleggen? Ik loop gewoon even naar iemand. Wie wil uitleggen wat jullie daar deden? Want voor mij was het gewoon, hupjes zo. Maar is dat een bepaalde positie? Of een Tjalling, de voorzitter. Wat deden jullie? Op dit korte stukje, wat zagen we? Nou, wat we deden was een promofilmpje maken. Ja, dat snap maar, ik. wat we deden was eigenlijk... Je hebt in de les, in balletles heb je vaak een stukje aan de bar. Dat is eigenlijk je warm-up. Hè, en ook een beetje om je techniek te vinden. En dan heb je vaak een stuk in het midden. En de scènes die we hier zagen, dat was ook ons die we aan het oefenen waren voor onze show vorig jaar. Eigenlijk ons stukje in het midden was dan iedere keer de choreografie oefenen die we dan voor de show gingen doen. Dat deden we daar, maar eigenlijk gewoon op de bar. Denk ik, we zagen gewoon heel de plié en dan met de focus op de armen. Ja, precies, daar zeg je al. Wat is een plié? Kan je dat voordoen? Nee, ik ken het woord plié. Ik weet niet of het vertaalprogramma het kent. Nou, die is er nog niet. Maar wat is een plié? Ik ken het woord, ik denk iets van... Dat gaan we doen. Doe maar hoor. Nou, je hebt de plié, heb je dan... Hè, in het filmpje uit de eerste positie. En dan is eigenlijk het idee dat je gewoon... eigenlijk gewoon door je benen gaat. Dit is de eerste positie? En dat je dan eigenlijk... Hè, dat je dan door je knieën gaat en dan naar beneden. En dan, weer omhoog. Hier krijg ik geen blessure van. Nee, maar eigenlijk, het is... Vaak genoeg doet. Het is eigenlijk de technieken die lijken... als je het één keer doet, is het relatief simpel. Heel veel van de dingen die je doet. Ja.
Maar het, ja, het zit echt in de details waar je heel veel in kan verbeteren en doen. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje waar we op focussen. Echt een beetje wat de meeste normale mensen ook doen. En dat is eigenlijk ook lessen gewoon een beetje op de techniek focussen. Een beetje een stukje conditionering van de spieren. Ja, ik denk dat jullie eigenlijk ook doen, maar dan iedere dag. In plaats van eens per week. En wat je de meeste dansles eigenlijk ook hebt. En jullie hebben ook drie verschillende groepen. Heb je, hou nog maar even. Jullie hebben ook drie verschillende groepen, heb ik begrepen. Ja. Beginners. Hoe heet die? Intermediate en advanced. En advanced, dat is de groep waar jullie ook echt met spitsen oefenen, hè? Ja, en we hebben dan inderdaad de advanced. Die hebben dan hebben we nog eigenlijk een losse groep, die komt dan achteraan. Ja. En dat is eigenlijk voor de advanced en de intermediate, die kunnen daar meedoen. Ja. En dat is de spitsenles. Okay. Maar dat is inderdaad dat wat intenser is. Maar dat is dus echt wat we zo net ook in dat filmpje zagen. Ja, echt dat je bovenop je teen gaat staan. Maar dat is vaak wat intenser voor je enkels. Ja. Dus dat hebben we, dat is eigenlijk een losse les hebben we daarvan gemaakt. Oké. Ja. Nou, dankjewel. Ja. En nog één vraag. Want hoe vaak doen jullie dit? Niet 6 dagen in de week, denk ik. Nee, we oefenen eens per week. Oh ja, oké. Ja, soms hebben we dan, als naarmate de show dichterbij komt, dan hebben we soms wel eens op eigen initiatief dat dan mensen, dan leden extra gaan trainen of dan een extra avondje in de week eventjes een uurtje nog mee bezig gaan, maar we oefenen 1 uur in de week. Oké. Ja. En wanneer is jullie volgende show? Even voor dat we dat alvast weten. 17 en 18 maart doen wij mee met de Apollo show. Apollo is de grote cultuurkoppel. We hebben jullie verteld over al die verenigingen hier. Ja? Ja, nou, daar komen we dus met heel veel, eigenlijk alle dansverenigingen, die hebben dan, iedere groep heeft dan een stukje voorbereid. En dan hebben we ook met alle onze drie balletgroepen, iedere groep heeft een dans uit het Zwanenmeer. Oh. Ja. Ja. Oké. Ja, en dan, ik geloof uit mijn hoofd 2 of 3 juni. Ja. Maar ik zeg, hou ons in. 9 en 10. Ja, 9 en 10, oké. Nou, hebben we dan onze eigen show. En dat dus daar zijn we ook al wat aan het plannen, maar dat is nog een verrassing. Ja. Nou, dankjewel. Dit was denk ik volstrekt onverwacht voor Tjalli. Ja. De volgende keer vragen we het aan Nina, hè? Nee hoor, je vertelde het heel goed, vond ik. Eigenlijk vind ik het zelf ook wel heel erg leuk om zo te bewegen. Zullen we gewoon recht staan? Ik kon al helemaal mijn buik in te houden. Maar ik wil even naar het volgende onderwerp. Tenzij er vragen uit het publiek zijn. Want het volgende onderwerp is voeding en ontspanning. Ik zou graag willen weten, wat doen jullie na een zware voorstelling? Misschien met het melkzuur wat in je spieren zakt, om daar de spierpijn die je na een zware inspanning, hoe lossen jullie dat op? Magnesium. Ja. Van die electrolytes, dat kan je vinden in bepaalde zoutwater met citroen of wat is nog meer? Gewoon proteïnes. Ja. Ja, gezond eten. Genoeg ook wel tegenstretchen. Dus als je echt een kramp hebt, wel gewoon even nog wat uitstretchen de spieren. Want soms ben je zo verkrampt van de hele tijd je kuiten omhoog te houden. Gewoon liggen met je benen omhoog. Even wachten. Bloed een beetje. het duurt wel even voordat je weer op effe bent. Maar zoals jij zei, magnesium helpt heel erg. De juiste voeding. Goed slapen. Soms een bad, maar dat is niet altijd het luxe in Nederland. In Amsterdam. We hebben soms ook zo'n massage. Masseurs of een massage gun of zoiets. Om toch een beetje het los te kloppen allemaal. Dat zijn eigenlijk vooral de dingen die Google. We doen. Wat helpt. Volgende vraag. Van toneelspelers wordt gezegd dat ze twee methodes hebben. Of ze zijn de persoon die ze spelen, of ze weten precies wanneer ze welk oog moeten dichtdrukken, zeg maar. Ik ben zelf een moderne danser, dus ik ben gewend om mijn gevoel er helemaal in te stoppen. Klassiek is veel technischer.
Dus ik vraag me af of dit onderscheid ook bestaat uit klassieke dans, of het allebei voorkomt, of het een van de twee maar werkt. Ja, zoals ik zei, in klassieke dans is er echt een voorbeeld waar je soort van aan moet houden bijna. En als je dat soort van oont, dan kan je langzamerhand gewoon loslaten van het beeld om het je eigen te maken. Maar een moderne dans, zit in de naam moderne dans, is het vaak een nieuwe creatie. Dus dan is er meer interpretatie voor eigen persoonlijkheden, eigen creativiteit. Dus er zit wel een verschil, maar ideaal gezien wil je niet zien dat een klassieke danser... Je wil niet twee dezelfde klassieke dansers zien. Tenminste, kleur ballet misschien wel, maar... Als je een solo rol ziet, wil je niet precies dezelfde versie van een klassieke rol zien... Ja. Als 20 jaar geleden. Ja, het is wel een kunst om het te combineren. Hmm. Omdat het zo technisch en moeilijk is, is het soms wel echt Baron Grin. Van, het doet heel veel zeer, maar ik moet blijven lachen. Dus dan is het echt gefaked wel, soms, inderdaad. Maar ik denk, het plezier komt er meestal wel heel makkelijk door. Als publiek zie je wel, die geniet van haar moeilijke solo. Of van, die ziet wel echt af. Dus de ogen zeggen heel veel. Maar ik denk, sommige rollen, bijvoorbeeld Romeo en Juliet of iets heel dramatisch, is er ruimte om gewoon te staan of te stappen. En zijn de bewegingen zijn veel simpelder, dus je hebt gewoon tijd om echt een rol te creëren. En niemand ziet er hetzelfde uit bij ons. Ik denk, iedereen is zo persoonlijk. En als publiek kies je soms, ik zie die liever op een of andere manier. Dus en inderdaad, moderne dans is denk ik nog verder, omdat je inderdaad soms een creatie hebt of je begint... Je mag jezelf zijn. En dat is van, wie ben ik dan? Dat is ook weer een heel andere vraag. Maar dat wordt inderdaad nog een ander laagje, inderdaad, van emotie. Maar dat is juist leuk, het spelen daartussenin. Ja, bij ballet heb je heel vaak zo'n verdeling van de vrouwen gaan op speechen en de mannen doen allemaal indrukwekkende sprongen en liften. En soms ben ik dan wel eens een beetje jaloers, dat ik denk, ik wil ook die geweldige sprongen doen. En hebben jullie dat ook wel eens, dat je denkt van, ik wil dat andere ook? Ja. Ja, wilde je op spitsen? Nee, ik ben gewoon altijd benieuwd hoe het zou voelen. Ik bedoel, soms ervaar je het wel als je bijvoorbeeld een mannenduet hebt, maar het is, vrouwen zijn in het algemeen wat lichter. Maar gewoon hoe het zou voelen om zo gepartnerd te worden, als in de lucht gegooid te worden. Door mezelf, nee. Nee, ik snap het wel, ja. Maar ja, dan zit je daar opeens 2 meter hoger in de lucht. En ja. Met de muziek zo. Klassiek ballet is vooral vrouwelijk. Het is wel echt zo'n rolverdeling. Ja, ik bedoel, Zwanemeer is Zwanemeer. Bij klassiek is het heel erg hard. Ja. Het gaat vaak over, echt met klassiek ballet, over de vrouw. Ja, zeker. En die hebben dan de mooie accent in de muziek. Niet dat de mannen dat nooit hebben. Maar jullie staan een beetje op de achtergrond. Nee, maar ik vind het enorm leuk om een vrouw te partneren. Maar zij hebben wel unieke momenten op het toneel die wij soms niet ervaren. Meer een bijrol dan. Ja, zo. Soms, maar niet altijd. Maar dat is een leuke moderne dans. Zijn rollen op Pointe? Absoluut, niet veel voor mannen. Maar af en toe is er wel de rol zo in Summer Night Dream. Midsummer Night Dream. Ja. Maar het gebeurt heel weinig als ze op spitsen staan. En we zijn vaak nooit even goed als de dames. Dus dat kunnen jullie hebben ook niet die opleiding. Ja, precies. Ja. Maar ik denk, zo grote sprongen en zo, dat doe ik wel ook graag gewoon. Zij komt best groot. Dus maar natuurlijk zo double tours en de tricks, daar zou ik wel voor moeten oefenen. Soms proberen we dat zo... voor de grap in de les. Maar dan denk ik ook, breek niks. Want dat is gevaarlijk. Dit is een beetje unknown territory. Precies, jouw enkel. Ja. Het is wel leuk om af en toe een keer meer voor plezier dan. Want het wordt niet vaak, inderdaad, in een stuk wordt dat niet vaak gedaan. Maar hopelijk meer en meer. Hoe knows? Nou, nu ik deze teleurstelling hoorde van Timothy, dat hij dus van Tim, mag ik zeggen, dat jij niet altijd, dat je soms, partner bent voor iemand anders die de hoofdrol heeft. Ja. Nee, een klein stukje uit Prometheus.
Oh. Waar is dit? TV. Het is wel de middenin, maar ik. Is dat beton? Ik vind dit echt zo prachtig. Kende jij het niet, Nina? Ja, jawel, jawel. Ik was ook aanwezig in die voorstelling. Ja. Okay, ja. Ja, dit was een deel uit de voorstelling. Ja, en dat werd op een groter toneel gedanst. Alleen ja. Hier. Het was een beetje niet ideaal moeilijk. Om te dansen. Ja, ik kon alleen maar heen en weer. Nee, want dit was een soort fabrieksgebouw. Ja, beton. Ergens vlakbij Zaandam, ik weet niet. Oké. Ja. Maar wat ik ze ook zo heel erg. Nou, ten eerste vond ik het heel erg grappig toen ik het vergeleek met dat allereerste filmpje van jou, Move Like Michael Jackson. Mm. Dat ik denk van, wow. Soms zijn die bewegingen ongeveer hetzelfde, maar dit is zoveel meer ontwikkeld. Zo superieur geworden. Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Maar ten tweede vond ik de muziek heel erg mooi. En ik vroeg me dus af, hoe belangrijk is muziek voor jullie als je danst? Ja, heel belangrijk. Ja, nou, eerst Nina, jij zit ook al te knikken, maar... zeg maar. Ja, ik bedoel, muziek is voor mij, mijn hele familie zijn praktisch muzici. Zag het al, een cellist, een pianist. Mijn broer en zus en mijn ouders trompetist en altfiedist. Oké, ja. Dus muziek speelde een grote rol gewoon bij mij thuis. Het was vooral klassieke muziek, wat helpt als je vaak klassiek ballet is ook op klassieke muziek. Dus ik herkende heel veel al van een jonge leeftijd. Maar muziek is gewoon goed genoeg zelf, zoals het is. Alleen als je dan al op kan dansen... Dan wordt het nog mooier. Kan het nog mooier worden. Ja. Is er ook muziek die je helemaal niet leuk vindt om op te dansen? Het hangt een beetje vanaf. Ik denk dat de meeste muziek wel goed gedanst kan worden. Alleen je moet gewoon de juiste... dans en muziek kunnen paren. En dat is een grote uitdaging. Dat is niet altijd makkelijk om te doen. Ja. Maar muziek is geluid. Je kan op de meeste geluiden kan je wel bewegingen interpreteren. En jij, Nina? Hoe belangrijk is muziek voor jou? Ja, heel belangrijk. Ik denk ook dat ik nooit zou beginnen dansen zonder muziek of zo. Dat is gewoon een beat of een emotie of een gevoel. En dat is heel natuurlijk om dan te willen bewegen of zo voor mij. Ja. Ook popmuziek of alles gewoon. Het zet ook heel erg de mood, vind ik altijd, muziek. Het kan direct, als je Zwanemeer hoort, dan herkent iedereen ook dat deuntje meestal. En dan relateer je direct aan een soort zwaanbeweging of... Het enige bij ons is natuurlijk, als je al zo lang klassiek danst en dit constant hoort, en je hoort het ook nog eens in de winkels overal bijvoorbeeld noten krijgen, denk ik wel, oh, die solo. Ja. Of, oh, dat moment. Dan is wel zoiets van, oeh, oké, nu wil ik het even niet meer horen. Ja. Maar soms komen er ook heel verrassende dingen. Dan binnenkort doen we ook Foresight en daar steekt hij James Blake, popartiest, in zijn muziek met een soort electro-muziek.
En dat is totaal iets nieuws voor ons. Zo, oh ja, dat is zo hippe muziek, maar dan met klassieke dans. En dus het is leuk. Het is gewoon, je kan zoveel doen. Hè. Ja. Je kan gewoon heel ver gaan. Je kan ook heel extreem modern muziek gebruiken. Of X, of stem, of van alles. Het is gewoon zo breed. Mm-hmm. En dat is heel leuk. Tot heel oude muziek en tot heel nieuwe muziek. Ja. Wat ik altijd leuk vind om te doen is als we bezig zijn met een stuk, meteen de muziek opzoeken en dan gewoon heel veel luisteren naar gewoon muziek en dus kijken hoeveel details je erin kan vinden, zodat als je dan aan het dansen bent, hoe meer je herkent in de muziek, hoe soort van makkelijker je ermee kan omgaan. Want het is een grote soort van rol. Op het toneel heb je een danser, je hebt decor, je hebt muziek. En dat is gewoon een grote rol. Als je dat helemaal soort van kan omarmen, dat helpt enorm. Ja, je kan ermee spelen ook. Nu weer even terug naar dat onderwerp wat ik zo net eigenlijk al wilde behandelen. Ik heb een klein stukje uit Groosland uitgezocht. Ik wil eigenlijk dat we daar eerst eventjes naar gaan kijken. Dan ga ik daarna iets vragen erover. Ik weet niet meer wie de choreograaf is. Dat kan ik ook niet zo heel snel opzoeken in al die papieren die ik heb. Maar dit ballet is een paar jaar geleden opgevoerd. Hoe vinden jullie dat? Ik heb eigenlijk dat fragment zelf gedanst. Dat is geleend, dat stukje choreografie. Voor kinderballet. De Kleine Grote Kist. Dat is door Ernst Meisner, is de directeur van Junior. Van de Nationale Ballet. En heb ik ook in de Junior Company gedanst. Dat pak, het is eigenlijk... Zweten, denk ik. Het is heel erg warm. En, Dat denk ik, want je bent heel actief aan het. Het is gewoon de sauna suit. Ja. Maar het is wel grappig. Het is, is hilarisch. Ik word er wel blij van. Ja, hè? Ik vond het persoonlijk ontroerend eigenlijk. Ik vond het zo ontzettend mooi, want de bewegingen zijn fantastisch. Alleen... het gekke is dat mijn beeld van jullie, en jullie zien er ook zo uit, is mager en lang. En dit ziet er niet zo uit. Dus het speelt een beetje met dat beeld van hoe een balletdanser, een klassiek balletdanser, eruit moet zien. Ja, misschien wel. Misschien was dat de bedoeling. Ja, maar hebben jullie ook wat dikkere personen binnen Nationale Ballet? Met dit filmpje... Ik probeer het even goed uit te leggen, maar onder die kostuums zijn waarschijnlijk slankere, gespierdere dansers, atleten. Als je dat wil laten zien, dan moet je waarschijnlijk... Is het handig als je de keuze hebt om er zo uit te zien. Ja. Met behulp van kostuums eventueel. Ja. Maar, het is moeilijk om... heel veel gewicht je hebben en dan zoveel, te actief jullie kunnen eigenlijk niet dik worden omdat je inderdaad zoveel traint jullie zijn gewoon topsporters dat eigenlijk niet mogelijk is. Ik bedoel, iedereen heeft wel een ander soort bouw, hè? Ja. Hopelijk zijn we gewoon ook gezond, hè? Dat is vooral het belangrijkste. dat is een beetje moeilijk omdat dat lijkt zo'n soort taboe misschien een beetje rond het ballet. Maar eigenlijk is het gewoon gelijk topsport. Iedereen is gespierd en mager. Maar eigenlijk is het gewoon door de fysieke activiteit dat we gewoon afvalt. Het is niet dat ik zo mager wil zijn, maar het is gewoon... Je moet veel fuelen. Ik eet gewoon heel normaal. Maar wij trainen zodanig veel. Dat is gewoon direct weer afvalt, zeg maar. Ja. Maar het is een goede balans houden dat je gewoon... Dat ik sterk genoeg... Ik wil graag gespierd zijn en stevig zijn. Mm-hmm. En het weer lang kunnen volhouden op het podium. Ja. Dat is eigenlijk vooral mijn doel. Natuurlijk zie je er voor het algemene...
beeld mager uit dan misschien. Nou, even over dat beeld. Wat mij opviel, dat was in het boek van Iconé, maar mijn nichtje over wie ik jullie vertelde, die ook op de Nationale Balletacademie zit, die heeft dat ook wel eens gezegd. Dat je hebt ook mensen die selecteren, wie komt in de cast. Mm-hmm. En die dan ook bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor mensen met hele lange benen. Of gewoon voor een bepaald soort type lichaam. Ja. En als jij toevallig, mijn nichtje is nogal klein, niet past in dat ideaal van een lang iemand, dan is dat gewoon ontzettend balen. Want dan is het een heel subjectief oordeel over jullie lichaam. Dat is het is van het nadeel van de traditie van ballet. Dat soms dat mensen hoort tegen kan houden. Ja. Maar lange benen, lange armen, lange nek, dan zie je een soort van meer lijn. En dat heeft esthetisch soort van een effect. Ja. En dan in moderne dans maakt het minder uit, omdat je soort van je eigen lijnen kan creëren. Ja. Je moet niet een plaatje van een boek, van zo ziet ballet eruit. Dus in die zin is het klassieke ballet wel een klein beetje een soort vorm waarin het wel moet passen. Het is wel een niche en het is, helaas is dat zo, of soms, denk ik. Maar ik vind nu wel meer en meer wordt er gelukkig minder belang aan gehecht. Het moet graadmager, het moet zo lang zijn. Ja. Gelukkig is al bijna weg, zeg maar. Ik bedoel, in Europa zie je gewoon alle soort shapes, lang, kort, maakt allemaal niet uit. Als je maar meer kan draaien en als je de techniek hebt, iedereen kan een lijn creëren, je kan altijd. Iedereen heeft natuurlijk een ander lichaam, ik ook. Ik moet altijd kijken, ik ga het zo een beetje cheaten, dat het er zo goed uitziet, de lijn. Ja, okay. Dat is wel een basis natuurlijk aan. Ja. En ik denk vooral, enige lenigheid en kracht is wel vereist. Gewoon dat je die rare beweging wel kunt doen. Ja. Dat is natuurlijk wel, dat is vooral het punt, denk ik. En als je iets kan aanbieden dat verder gaat dan alleen fysieke bewegingen. Gewoon artistiek iets kan energie kan geven. En dat is gewoon leuk om naar te kijken vooral. Even tussendoor. Jullie dansen niet vast met elkaar, hè? Jij hebt volgens mij een vaste danspartner. En jij ook, denk ik. Per se vast danspartner, maar het wisselt af. Maar we hebben jullie wel eens met elkaar een pas de deux gedaan? Ja, we hebben concertante gedans. Oké. Okay. Niet heel vaak wel. Maar is het makkelijker als je een vaste danspartner hebt? Het lijkt me dat je. Ja, precies. Maar ja. Ik bedoel, zoals ik al zei, toen je Nina met Martin zag dansen, er is heel veel ervoor gerepeteerd. Dus het is niet dat je op het podium twee mensen voor het eerst met elkaar ziet dansen. Nee, maar op een gegeven moment leer je elkaar kennen en begrijp je ook precies wat die ander bedoelt. Iedereen heeft wel zijn favorietje of zo. Ah, okay. Ik denk het wel van, dat voelt gewoon juister aan bij die ene of zo. Of je begrijpt elkaar, want je moet ook communiceren van, kan je meer naar achter, meer naar links, meer naar rechts, een discussie. Ja. Ja. En soms kan het ook gewoon allemaal passen of zo. Soms is het meisje te lang en dan is het moeilijk proportioneel om kan het wel lastig het, zijn. Ja. 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 Ja, ja, dat wel. Of die jongen te klein. Even nog een vraag die mij echt parten speelt. En dat is omdat ik niet in de balletwereld zit. Ik heb piano gespeeld. Hè? Nou, dat is gewoon heel simpel. Je hebt noten, balken en je speelt gewoon die noten. Maar hoe doet een choreograaf dat? Ik bedoel, er is een ballet gemaakt en dan heb je een choreograaf. En die gaat daarmee aan de gang. Of de choreograaf maakt het ballet. Hoe ziet dat eruit? Ik bedoel, wat zie je dan op een papier? Het kan heel erg verschillen. Tegenwoordig heb je technologie, een iPad. Ja, precies. Ja, papier is al ouderwets, maar Er zijn ook door de loop van de jaren technieken ontstaan, notaties, waar je dans en elke beweging, elke soort van lichaamsdeel kan je noteren. Dus die plié van sonnet, die staat dan gewoon in de vorm van een soort symbooltje. Benesje-notatie, ja. Ja, dat bestaat wel. Dat bestaat echt een soort van stickman op een muziekbalk ook. Ja, oké. Dus een muziekbal en dan is het bijna een soort van stickman-poppetje. Ja. Staat erop en dan kan je elke beweging soort van noteren. Maar goed, dan heb je die genoteerd, maar dan heb je ook nog de persoonlijke interpretatie van de choreograaf. Maar die werkt persoonlijk. Toch? Ja, daar hebben balletmeesters voor ook. Ja. Ja,
dus niet dan, iedereen dan kan die notatie dan... lezen. Dat is ook echt een soort van ook dat niche nog. In een niche. Ja, je moet het speciaal voor studeren, denk ik. Maar soms gebeurt het, oké, 3 keer tendu of 4 keer jeté. Okay. En op deze noot doen we een arabesque. Op die manier kun je het tamelijk goed aangeven. Ja, en beeldmateriaal. En dan eigenlijk verandert het ook allemaal een beetje, hoor, met de jaren heen. Dat is zo. De basis is er, maar het wordt altijd een beetje getweaked. Ja. Als de choreograaf is, denk je, nee, toch, doe maar iets anders weer. Ja. Verandert ook heel erg. Ja, waardoor je weer een eigen signatuur krijgt. Ja, ja. Oké, en wat is een choreologist? Choreologist? Ja, ik heb vandaag even nog op jullie site van het Nationale Ballet gekeken. En daar stond bij de directie, artistieke staf, stond een choreologist. Sandrine Leroy heet ze. Dat zijn de mensen die verantwoordelijk zijn om choreografen te behouden en dan naar nieuwe generaties te Een soort bibliothecaris, maar dan van choreografie. Zij is Sandrine, zij is nu in, waar is ze? Polen? Volgens mij om Seventh Symphony. Tour van Schijkballet. Een ballet dat wij dat meestal in Amsterdam gedaan wordt. Ja. Wordt nu door een ander gezelschap, volgens mij in Polen, wordt dat aangeleerd en ingestudeerd. Door een van onze balletmeesters. Maar ik denk dat Sandrine ook, zij doet heel vaak met muziek. Dus zij is degene die wel notities maakt ook, denk ik. Hè? Sandrine is degene die, zij leest alle scores en zij weet dan exact welke beweging waar hoort, zeg maar. Ja. Dus die kan die voorbereiding doen, die kan ook, denk ik, die notities maken. Oké, Nee, dat was even een persoonlijke vraag die ik had. Ik wilde eigenlijk, het is al heel erg laat. Ik wilde dan naar het publiek gaan, want jullie krijgen dan gewoon gelegenheid om nog laatste vragen te stellen. Dus dat kan dan nu. Ik zie hier in ieder geval 1 vinger. We zouden misschien nog iets doen over voeding. Is daar heel kort nog iets over te vertellen? Kan. Ja, ik dacht van zo net toen jullie het hadden over proteïnes en zo. Ik denk van dan hebben we het hele onderwerp voeding al, maar vertel. Letten jullie op voeding? Of heeft het Nationaal Ballet ook richtlijnen van probeer elke dag zoveel groenten te eten of veel eiwitten of niet te veel koolhydraten of 4 uur voor een voorstelling niks? Nee, ik bedoel, er kan advies gegeven worden als je dat willen. Ja. Maar, maar in feite mag je het zelf uitmaken. Dus als jij wil ontbijten met een snikker en tussen de middag een nuts. Je zult het s'avonds wel merken uiteindelijk van oei, dat is toch niet echt goed gedaan vandaag. Ja. Je leert met het doen. Het ergste is als je honger hebt in de studio. Dat is echt verschrikkelijk. Maar wacht even, heb je dan niet ergens een boterham in een tas? Of, nou, als je goed voorbereid bent wel. ik wel, weer al, je leert zoiets met de jaren heen. Ja, in het begin denk je, ik kan wel veel suiker overleven. Maar ja, al snel heb je zoiets van, ik ga het toch niet halen door de hele dag. Ja. Of ik krijg krampen, of het voelt gewoon zo niet goed, of misselijk. Ja. Dus je leert echt wel juister te eten, gewoon gezonder af en toe. Koolhydraten toch wel, hè, voor een voorstelling past dat zo, vind ik wel goed. Omdat dat dan langer meegaat met energie. Snacks, bananen of proteïnebaren zijn heel goed. Ik eet ook wel graag iets voor de les. Sommige dansers niet, maar ik krijg altijd honger anders voor de les, als ik dat niet doe. Maar dat is heel persoonlijk. Mensen zijn zo anders in... En dat zijn die lessen, die ochtendlessen die je dan bedoelt. Hè? Dus met andere woorden, jij ontbijt. Als ik de dag en de anderen begin, niet. Inderdaad. Ja. En sommigen wachten tot na de les. Ja. Maar ja, dat is niet echt voor mij. Maar, maar ik eet ook gewoon af en toe een friet, een biefstuk en ik weet niet, of een glaasje bier. Of, Precies, ik wilde net beginnen over wijn, bier. Ik bedoel, dat drinken jullie ook wel? Ook als je de volgende dag weer vroeg met plezier, zei je? Zeker. Op ontspanning. Ja. Nou, dat was eigenlijk ook een vraag. Allemaal een beetje met mate. Ik denk van alles, maar met mate. En ik denk, als je een zware week hebt, misschien toch wel wat extra... voeding eigenlijk, gewoon extra groenten of extra koolhydraten, vind ik wel belangrijk gewoon. Ja. Maar persoonlijk, Oké. Hoe ziet zo'n normale dag van jullie eruit, zo'n training op een dag of in een week?
Dat varieert. Ik bedoel, soms... Meestal beginnen we om 10 uur. Dan hebben we onze les, onze ballettechniek training. En dan beginnen we allemaal op de bar met onze oefeningen. Kijk, min of meer wat je net zag. En de meeste mensen komen dan een uurtje van tevoren het theater binnen om gewoon een beetje een eigen dingetje te kunnen doen, op te warmen voor de les of een beetje de gym in. Iedereen heeft een beetje zijn eigen ritueel. En dan repeteren we gewoon grotendeels tot 6 uur. Met een 45 minuten lunchpauze ertussen. En als we dan dichter bij een voorstellingperiode zijn, dan beginnen we vaak wat later, om 11 uur. En dan tot 4 uur, 's middags. En dan diezelfde avond hebben we dan een pauze van 4 tot 7 uur. En dan zijn we tot in de avond bezig tot 11 uur op het toneel. Dus dat zijn 11 tot 11 dagen. Dat zijn de heftige dagen, kan ik je zeggen. Moeilijk, ja. En dan dat 5 keer per week. En betekent dat ook heel concreet dat jullie eigenlijk in een ballethuis wonen? Ik bedoel, waar je medebewoners hebt die ook ballet doen en ook ongeveer die tijden handhaven? Of je bedoelt theater? Of? Nee, dat jullie in een huis wonen met mensen die ook aan ballet doen. Nou, sommige... Primo Ballerino namelijk wel, hè? Die wonen met z'n 7 in een huis. Ja, op school was dat wel. Op school hadden wij dat in gebouw met iedereen samen. Ja, maar nu niet meer. Ik leef alleen bijvoorbeeld. Ik ook, maar ik heb een bovenbuurvrouw die een collega is ook. Ja. Dus, ja, ik heb ook mijn buren die totaal iets anders doen. We hebben company apartments, heette dat. Dus daar voor worden de jongeren, voor de nieuwe dansers die... Ja. Zoeken dan een huis in Amsterdam, wat enorm moeilijke taak is. Oh ja, dan kunnen ze in ieder geval is. Daar even terecht. Ons werk, om te helpen. Wat ik ook nog als vraag had, Nina vertelde ze net van, nou ja, op een gegeven moment dan kan je lichaam niet meer. Hè? Dan is het gewoon op om op dat niveau te dansen. Hebben jullie ook een soort tweede droom? Ik bedoel, dit is jullie eerste droom. Jullie willen gewoon heel goed dansen en maar heb je ook nog iets voor dat je denkt van ja, maar als het straks niet meer gaat, dan wil ik... Wat wil jij dan doen, Nina? Dat is een grote vraag, dat vind ik moeilijk. Ja. Ik ben nog altijd op zoek, denk ik, momenteel. Maar je bent nu ook hiermee bezig, hè, denk ik. Dus je bent ook nu met ballet bezig, dus ik kan me ook voorstellen dat dat een gedachte om, is. Het zit er ergens in mijn hoofd, zeker aanwezig. Ik heb ook een vriend die totaal niet danst, dus dat helpt mij om een beetje uit te trekken van mijn wereldje af en toe. Maar er is ook zoveel. Het is zo overweldigend wat er allemaal te doen is. Het was altijd zo duidelijk, hè, van mijn 18, hups, ballet. Ja. En nu is het van, wow, ik kan kiezen. Ja. Dus eigenlijk is het ook heel spannend. Maar ik denk dat ik wel in beweging of in kunst zal blijven, misschien omdat ik gewoon zoveel kennis over heb. Dus het lijkt me wel ook wel een shame misschien om het allemaal weg te gooien. Maar ik denk iets fysiek zeker mee ligt. Fotografie doe ik af en toe, omdat ik het ook heel leuk vind. En ik heb leuke modellen. en ik ken ook je bedoelt je mede. Ja, mijn dansers. Ja, en zo. Ja, okay, dus, ja, dat vind ik ook fascinerend, omdat dat ook esthetisch is. Ik ben graag met kunst. En ja, dat linkt natuurlijk een beetje bij elkaar. Of fysiotherapie, of ik weet niet, wel iets, denk ik, iets fysieks. Mijn lichaam en nog altijd wat kunstig blijven, denk ik. Ja, voorlopig, maar wie weet. En jij? Ja, een beetje hetzelfde. Nee, lesgeven was altijd een soort van de eerste optie, de makkelijkere optie misschien, omdat je dan een soort van dezelfde wereld blijft. Maar ik heb heel veel andere hobby's. Ik bedoel, ik hou van muziek, ik speel zelf een paar instrumentjes. Gitaar, zag ik, maar ik hou ook van films. En als ik echt een droom, net als hoe balletdanser een droom was, zou ik het... En het, ik ben er niet echt mee bezig, behalve dat ik gewoon heel erg van films hou. Is gewoon ooit een film regisseren. Dat lijkt me echt heel leuk om te doen. Maar, En dan film, ook nog een speciaal soort film? Ik bedoel, bij wijze van spreken, een dansfilm? Een speelfilm. Of een speelfilm. Gewoon, gewoon een... film over iets in het leven. Ah, het leven van Nina, de mascotte. Precies. Zo goed, Nou, film met deze scène erin. Met deze scène, Nee, ik wil jullie heel hartelijk danken voor het interview en voor alle antwoorden die jullie hebben gegeven. En jullie wil ik ook heel erg bedanken voor alle aandacht en voor alle vragen die we hebben gekregen. En Primo Ballerino, vier maar feest, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel. Graag een hartelijk applaus.
getuigen.